kinderen met een gehoorbeperking op een heel vroege leeftijd te stimuleren in hun ontwikkeling, is de Kennedy Stichting gestart met het project Vroege Stimulatie. Kinderen tussen 3 en 4 jaar worden in dit project opgevangen en gestimuleerd middels een speciaal programma. Dit project is al een paar jaren in de voorbereiding geweest, maar is in oktober jongsleden gestart. In principe heeft het al een heel langere geschiedenis. Vanaf daar we de neonatale screening hebben opgedaan in 2015. En daarna hebben we toen een twinningsproject aangevraagd. Het UTSN samen met het NSDSK. Dat is de Nederlandse Stichting voor Doven en Slechthorenden. SAGA Interproject en de Kennedy Stichting zijn we toen dit project opgestart. Dus officieel zijn we in oktober zijn we gestart. Het doel van dit project is om de dove en slechthorende kinderen zo vroeg mogelijk naar binnen te halen en om ze dan te stimuleren in deze speciale afdeling die we hebben opgezet. Het gaat om de leeftijdsgroep 3 tot en met 5 jaar. En we willen dan deze kinderen dan de nodige stimulans geven, zodat zij beter in hun vel zitten. En dat ze ook beter ontwikkeld worden in het traject die ze daarna moeten afleggen. Het is namelijk zo dat die kinderen veel te laat naar binnen komen. En de leeftijd waarin ze naar binnen komen is tussen de 9 en 11 jaar max. En 11 jaar is nog net de grens waarop we kunnen inschrijven. En daarna dan lukt het niet meer omdat die kinderen dan niet meer talig zijn en zo. Ze krijgen hier hun vroege stimulatie en wanneer ze dat hebben doorlopen, dus na hun 5e jaar, dan gaan ze dan op de kleutergroep, waarbij ze dan daar nog enigszins de nodige kennis worden bijgebracht, zoals dat gedaan moet worden binnen het onderwijs. En daarna gaan ze dan verder naar de leerschool. In de afgelopen 3 maanden zijn er reeds positieve resultaten geboekt met de kinderen. Behalve de leiding van de school zijn ook ouders blij met de resultaten. Ik ben in principe heel trots. Er zijn vorderingen, er zijn verworvenheden. Natuurlijk doe ik het niet alleen. Ik doe het met ondersteuning van andere partners. Maar de leerkrachten vooral, die constant getraind worden, want ze zitten constant in de training. Hun training krijgen ze dan ook binnen SAGA Interproject, waardoor ze deze kinderen zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Dus kortom, mijn hart staat bol en het glimt van trots met deze afdeling. Ik vind het heel leuk. Het is een hele leuke omgeving voor mijn kind. Een gezonde sfeer ook. Ja, we zijn hier als een familie bij elkaar. We hebben gewoon de goede communicatie met elkaar. En ja, ik zie dat mijn kind goed begeleid wordt. Dat is het belangrijkste. Mijn zoontje Kusjanki zit ook hier op school. Hij is 18 november begonnen. Hij is al een maandje hier zo en ik zie heel veel vorderingen. Hij die nauwelijks oogcontact had, heeft nu veel meer oogcontact. Hij zit nu veel langer. Voorheen was het echt moeilijk om hem op een stoel rustig te laten zitten. Nu kan hij rustig zitten. Hij eet beter. Hij tekent meer. Hij is ook flinker geworden. Ik merk ook dat hij meer probeert te zeggen. Hij brabbelt meer. Hij is actiever, flinker. Dus je ziet dat ze hier veel met het kind bezig zijn. Mijn dochtertje heeft pas 6 maanden die cochlea-implanting gehad. En ja, ze brabbelde niet zoveel. En vanaf ze hier op school is, brabbelt ze heel veel. En we horen heel veel klanken in haar brabbelende taal. Dus ik zie dat er veel met haar wordt gesproken. Er wordt veel met haar gecommuniceerd. Ouders moeten hun kinderen eerst laten testen door een specialist voordat ze binnenkomen. Als ouders enigszins tot de ontdekking komen dat hun kind niet tot praten komt of dat er nog geen taal uit dat kind komt, is het dan noodzaak dat zij dat kindje dan naar de huisarts brengen om dan vervolgens een verwijzing te krijgen naar de KNO-arts. En die gaat dan de oortjes testen om te zien als er wel geluid of in dat kind of als dat kind wel hoort. Want uiteindelijk de spraaktaalontwikkeling moet tot op gang komen door middel van het oor en natuurlijk aangeboden taal. Als dat zo is, dan melden ze zich aan met hun audiogram en dan komen ze naar binnen, want dat wil zeggen dat ze dan hier bij ons thuis horen. En dan gaan wij stimuleren, heel vroeg stimuleren.
En deze kinderen krijgen dan ook nog een hoorapparaat op. En als de gelegenheid zich voordoet, want wij blijven ze dan ook niet hier houden, omdat we ze zo graag willen houden. Maar als de kinderen in staat zijn het regulier onderwijs te volgen, duwen we naar het regulier onderwijs met hoorapparaten. Ouders, van deze plek uit wil ik u dan vragen, houdt u dat kind niet thuis? Want onderwijs is verankerd in de wet, kinderen hebben recht op onderwijs. En behalve dat, denkt u niet van, ach, dat kind kan het niet of abtien doen. Want we hebben ook zo'n traject van midofu, maar minodong. Dat kind kan leren. En we willen ouders aanmoedigen om niet naar andere dingen te kijken van ja, dat kind hoeft niet te komen, maar dat kind is bezeten door iets. Nee, doofheid kan op allerlei manieren ontstaan. Vroeger was het rubella of rode hond die de hoofdoorzaak was van doofheid, slechthorendheid, maar ook van blind en slechtziend. Maar nu is de wetenschap zo ver dat die dingen zijn geëlimineerd. Wat het nu kan zijn, dat kind kan een trauma hebben of een trauma hebben opgelopen. Of meningitis of hersenvliesontsteking, waardoor dan het gehoor stuk gaat, als de haarcellen stuk gaan, omdat dan die hersenen door de koorts verhit raken. Maar ouders, breng die kinderen. No lieb dem China osso, dat is alvast één. Want u heeft een verantwoording naar uw kind toe. U moet uw kind niet laten voor de maatschappij. U moet uw kind vormen voor de maatschappij. Dus breng ze, zodat wij ze dat onderwijs kunnen krijgen waarop ze recht hebben. De middelen voor het project komen uit een twinningproject. Wanneer wij in nood zijn, is het altijd fijn als de mensen om ons heen inspringen. Die ervaring heeft mevrouw Vieira onlangs gehad. Het dorpsbestuur van Priola heeft besloten haar te hulp te schieten nadat zij te horen kregen in welke situatie zij verkeerde. Alsof mij nou boem. Want ik wil ook een familie op een rolstoel. Maar ik wil ook toe en schrijf dan een beperking. En alsof mij nou boem schrijf. In twee weken zo, dat mis dan in een koekeru. Dan gewoon een koekeru stort in naar mij. Dus na twee weken is ba mijn leven in zo'n also. Ik ga naar een rolstoel, maar mijn leven naar mij ati. Want mijn vrede tak me kan vader naar een also. Dus de sanidad met me, minusta suma mi mos taki of na pemi mos go. Mi tak na mane ruel, mi bel mane ruel, mane leming, mi beling da enkong a shifa situasi fo mi de. Dus na eng tak na de trasma, eng di eng sap fa ai do na en sani, dus na so de suma konami. Fokoluku fami a situasi fo mi de in the dad. And then shifa mi also de. Tijdens de veldwerkzaamheden hebben we dit probleem geconstateerd. Het huis van familie Vieira, de vloer voornamelijk, is deels gezakt. Wij hebben dan de DC op de hoogte gesteld. Samenspraak met het dorpsbestuur onder leiding van meneer Leming en stichting onder leiding van mevrouw Simor. Wij hebben dan de DC op de hoogte gesteld en met de richtlijnen van hem hebben we dan... Vandaag de dag is voor mevrouw Vieira om voor de eerste steenlegging. U weet als dorpsbestuur of bestuur is om te dienen. Het bestuur is eigenlijk het klankbord van de gemeenschap. Wij horen de problemen aan en dan kijken we hoe wij dan aan oplossingen kunnen komen. In dit geval kunnen we altijd een beroep doen op de commissaris. Zeker de heer Lalta van als resortleider. En we hebben ook dan benaderd een stichting in opperlichting onder leiding van mevrouw Seymour. We hebben ook een bedrijf dat dan niet bij naam genoemd wil worden. Ook bereid gevonden om stenen te doneren. En ook een zandbedrijf dat we hier hebben heeft ook zijn bijdrage geleverd, de directeur. Om dan ook ons een 10 kub scherp zand te geven. En toen ben ik komen kijken en toen zei ik van nee, dit is onacceptabel. Dat anno 2019 dat mensen onder zulke omstandigheden moeten leven. Het kan niet. En toen mevrouw was emotioneel. Ik begon even, en zo is het aan het rol gekomen. Ik zei, weet je wat we doen? Jullie gaan staken waar jullie bezig zijn. Want meneer Leming is bezig met zijn...
met zijn huis daar. Dus ik heb gezegd, jullie gaan alles staken en we gaan deze mevrouw voor de feestdagen moeten ze in een ander huis moeten ze de kerst en vieren, zeg maar, en dan het nieuwjaar toe. Dus met de hoe noemen ze het weer? Hoe heet ze weer? Hoe noemen ze zulke mensen? De bestuur met de DC. En met de bestuur DC. En wie nog meer dan? Bestuur DC. We zijn met geloof ik 3. En met mij erbij, ja, nu. Dus dit kunnen we werkstelligen, zeg maar. Weet je wel? Mevrouw Vieira woont reeds 15 jaar in haar huis op Priola. En zit al sinds haar 5e in een rolstoel als gevolg van kinderpolio. Het dorpbestuur is om de mensen te helpen. En we zeggen van, dan kunnen we niet langer aan de kanslijn blijven staan. En zeggen van, we kunnen niks doen. We gaan wat moeten betekenen voor de familie. Want het gaat om, u ziet het in de situatie. Mevrouw in de rolstoel, zowel haar man ook eenzijdig verlamd. Dus dan, het zou zonde zijn om gewoon aan de kantlijn te zitten en zeggen van, we kunnen niks doen. We gaan wel iets moeten betekenen. En dat is het nu vandaag de dag, dat er een klein huisje bijgebouwd mag worden, gebouwd mag worden voor deze mevrouw. En u mag weten, dus het streven is dat nog voor kerst het af moet zijn. Kerst moet de mevrouw dan zeg maar vieren in haar geheel nieuw huis, om het maar zo te zeggen. Nou, ik denk dat door middel van communicatie en samenwerken heel veel kunnen betekenen voor de gemeenschap. En vooral in dit geval, in sociaal behoeftige gevallen. Misa breti tru mi breti ka ba fosita de biging bananga oso mi breti tru tu nanga mihera te mi breti mar mi papira sa mi du afra ta pagronja nori no seti etigimi dos dat na watching frede sa mi abete mata wis mi oso meki moy meli moy nanga mi oso mi papira no bu no de in order ete dos dat na frede sa mi frede tenanga no. De bestuursdienst is in dit geval ingekomen met manschappen. Er zijn donateurs geweest onder leiding van het bestuur van de heer Leeming. Het bestuur heeft materialen ter beschikking gesteld, maar ook de stichting heeft dan heel veel betekend. Misschien want ik alle deze massa heb niet in een nauwste meisje, met een subsumma en een summa stichting of de BO en de trasma. Denk vanzelf niet dat ik tang. Grand tangi bay, want suma bigo yek mi moro fara. Mi no oroko mi na pension. Los deng mi sa wanchi tangi. If mi kis mi papira, tana lanti ukto mi na granti ifaset konso fara, mi se kis mi papira. Vandaar dat ik nu ook een ernstig verzoek, oproep, beroep wil doen aan de overheid, lees het ministerie van Grondzaken. Want wat het is, de mensen leven ook in een onzekere situatie, toch? Want je hebt mensen hier met zulke gelijke gevallen, identieke gevallen, problemen. En ik zeg, als ze papieren in handen hebben, om een stukje zekerheid, konden ze ook zelf stappen naar een instantie zoals we Low Income Shelter Program hebben. En zelf ook proberen dingen te doen. Maar omdat ze dan niet de zekerheid hebben nog, ze hebben niks, dan blijven ze, dan leven ze in zo'n situatie. Deze mevrouw bijvoorbeeld, kijk haar situatie. En op een gegeven dag kreeg ze iemand aan de, voor de deur staan en zegt van, kijk, je gaat moeten verhuizen omdat wij dan dit perceel in handen hebben. We hebben het nou gekregen. En ze zegt van, nou, dit kan niet. Dit kunnen we niet langer tolereren hier in Kriola, want om dit zo'n geval hadden we ook. De mensen hadden daar gebouwd en op een gegeven moment moesten ze dan verhuizen. En, terwijl dat perceel van die persoon behoorde. En ze moesten wel verhuizen. Ik zeg van nee, we gaan nou opkomen voor zulke dingen. We hebben als bestuur zelf initiatief genomen om de mensen op te roepen om in bereidsverklaring of wat ze hebben dan bij ons te brengen. Terwijl wij dan door verder kanaliseren. Dus daarom vragen we de overheid. De bedoeling was dat voor 85 jaar Criola, die we onlangs hadden, 24 november, dat deze stukken zouden overhandigd worden aan de gemeenschap. Helaas is dat nog niet gebeurd, maar toch blijven we nog hoop hebben dat het nog kan gebeuren. Dus daarom zeg ik van, regering, we weten dat het kan, alsjeblieft. Wat we hier doen, kunnen we gewoon als voorbeeld stellen aan alle overige 9 districten. Ik zeg, het is nooit goed om te kijken van, wat doet de regering voor mij?
Je moet ook kijken, wat kan ik ook betekenen voor de gemeenschap, voor de regering, voor mezelf, voor mijn medemens. Je hebt mensen die letterlijk in geld rollen. Maar ze blijven en ze houden het maar voor hun. Ik zeg van, kijk, ga op pad. Identificeer wat problemen en waar je kan helpen. Dus eigenlijk, ik zeg van, commissaris van de overige districten, ga ook zo te werk zoals Saramaka mag wel een voorbeeld zijn. Kijk, ga ook op zoek naar andere projecten, andere instanties, andere mensen die bereidwillig zijn om hun schouders onder het werk te zetten, om anderen die in problemen verkeren te helpen. Dus ik zeg nogmaals, dit mag als voorbeeld gesteld worden. De commissaris van ons, de heer Ramai, die heeft gevoelens voor zulke zaken. En dan hebben we ook onze resortleider die echt inspringt. Dus ik zeg nogmaals, ik roep op de gemeenschap, de totale gemeenschap, zoals mevrouw Seymour het tot doet, een stichting in oprichting. En maar die mevrouw gaat gewoon in haar eigen zak graaien wat ze kan vinden, om dan ook project hier te verwezenlijken. Het streven is om een 7x8 woning met 1 slaapkamer, open keuken, bad en toilet af te hebben voor de kerstdagen, zodat mevrouw Vieira de feestdagen in een mooie en veilige omgeving kan doorbrengen. De bouwwerkzaamheden worden gedaan door een aannemer voor een gereduceerd bedrag en enkele vrijwilligers uit het dorp. We zitten in de kerstperiode. Traditioneel treffen mensen heel veel voorbereidingen. Er wordt uitgepakt voor de feestdagen. We spraken enkele mensen over hun voorbereidingen rond deze dagen en welke kerstboodschap zij hebben. Mijn boodschap is dat we alvast voorzichtig moeten zijn in het verkeer. Want we zien allemaal wat de laatste dagen zijn gebeurd. En laten we het rustig aannemen tot de kerstdagen. En dat elk van ons, elk gezin, een liefdevolle kerstdag mogen hebben. Voorzichtig iedereen, het is nu druk overal. Voorzichtig, alles wat je ook doet, let op jezelf, zodat het een prettige kerst kan zijn. Okay. En heb je er iets al voorbereid? Nee, nog niet. Niks van plan met de familie of gezin? Ja, ik heb wel gepland, maar ik moet nog kijken als iedereen kan, want het is nog even druk met werk, alles wat we doen. Ik ben eindelijk vrij vandaag, dus kijk uit naar cadeautjes. Nou, ik wens iedereen een zalig uiteinde en een heel voorspoedig en vredig 2020 toe. Okay. En heeft u al voorbereid voor de kerstdagen? Niet echt. Ik doe het rustig altijd. Okay. Ook geen planningen met het gezin of ja, familie? Uiteraard een bijeenkomst, een lunch. Met het gezin. Het is belangrijk heel goed met elkaar om te gaan. Te stoppen met discrimineren. Zo vaak zeggen we dat we één natie zijn, maar heel vaak discrimineren we nog. Soms doen we het in een kleine groep, soms doen we het in groter verband. Soms discrimineren we terwijl we denken dat niemand ons hoort en niemand ons ziet. Maar we gaan dat doen. Libiraitjes naar ons refi. If we mannen doen aan Sandboe, zeg het gewoon aan de persoon. Ik vind niet goed wat je doet, man. Maar zand erover daarna. Heel veel liefde voor elkaar, Surinamers. We zijn een geweldige natie. Ik weet dat we misschien een grimmige tijd tegemoet gaan, maar dat moet niet. Het hoeft niet. Wij alleen kunnen iets grimmig maken. Lobby voor elkaar, verdraagzaamheid. En ervoor zorgen dat we met z'n allen heel oud worden en goede gezondheid. Dat is mijn kerstboodschap. Ik heb me al zo'n klein beetje voorbereid, ja. Samen met mijn familie gaan we koken en bijeenkomen. Zoals we doen het elk jaar zo. Ik wens iedereen een zalig kerst en dat het een mooie kerst voor iedereen mag zijn, ondanks de omstandigheden, dat ze allemaal mogen genieten en dat er ieder wat te eten zal hebben. Hoe heeft u erop voorbereid? Nou, ik heb me erop voorbereid, maar het verbaast me toch dat ik hier ben en dat het geld met zak uitvliegt. Dat verbaast me. Maar ik geniet wel van mijn vakantie, op mijn manier. Ja? Ook iets in de planning met uw gezin of familie? Met mijn familie, ja. Eerste kerstdag zit ik met mijn hele familie op Charlesburg. Jawel. Ja, ja, ja. We zitten denk ik met 30 man of zo. Ja, ja, we gaan er wat moois van maken. Mijn kerstboodschap is aan de samenleving dat laten we elkaar lief hebben. En laten we elkaar helpen, ondersteunen in wat dan ook. Voor mij gaat het niet om het eten en versiering en zo. Maar kerst voor mij is om Jezus Christus. Ja, en natuurlijk gaan we aan hem denken wat hij
waarvoor hij is gekomen. En ja, tijd aan hem besteden. En ga je iets doen met je gezin, je familie? Natuurlijk, gaan we het samen herdenken. Ja, gezellig samen zijn. Zingen. Natuurlijk ook dansen. En ja, eten hoort erbij. Heb je eventueel een kerstboodschap? Nou, een kerstboodschap is als het ware Jezus is gekomen. En Jezus is liefde. Dus men moet meer liefde naar elkaar tonen. Helemaal.